intro of een verum in Regio Station Enschede. Kills me. Staan. En
die 7414 dreef stilstaan. Rechterkruisen zijn ontwikkeld. Nummer 13 is nog een en daar staat nog een buffel. Maar zoals opletten, in Hengelo staat een hele huis rond buffel van Zwolle Kampenbeetje. Die jullie even te laten zien. De andere twee van de vier wat je gezien hebt, heeft Loeselen, dat was een treinstel van de DDM-era aangesloten. Dat was een treinstel toen deze helemaal geheel opgestond heeft. Deze trein komt uit Aken, net als de SGM Sprinter en de ICM Koploper. Komt ook uit Aken, uit Duitsland. Kun je pas aan de trein wanneer? En dit weer, deze kaartsysteem, dezelfde als de buffel. Als je die hier opgezet hebt, dat is de eerste trein die opzoekt. Daarom is deze prijsje. Echt een super mooie trein is dit. Daar zie je jongens, daar zaten dus oude kampen, oude buffels. Die ene van NS en deze is van Zwolle Kampenlijn. Daar is ook al nieuws, maar dat is dus een oude buffel. En daar staan aan die kant staan de nieuwe buffels. Onder zie ik ook wel de trein helemaal leeg, die toch nog niet trein. Maar ja, nee jongens, we hebben nog nooit meegemaakt. Gewoon niet met dit trein uit. Gewoon niet met deze Intercity veren. Stilstaat, drukken we op deze knop en deze knop gaat de deur open en hier zien we de aansluiting van Zutphen, Oldenzaal en hier was het vroeger het bekende Grensland Express tussen Duitsland, Bad Bentheim en Hengelo en nu komen we Hengelo binnen. Dat is een radiozender uit Duitsland, daar hou ik juist van. Er komt allemaal Duitse muziek op. Ik kon dat hij hier internet blijkbaar kon ontvangen en dat hij net dus niet deed, wat eigenwijs was. Dan gaan we kijken of deze trein gaat vertrekken. Als een leuk. Oh, kijk eens, deze deur is ook helemaal leeg. Een hele privé trein gaat tot aan deze aflevering. Nou, dit was Tim Strenegeks 2 jaar bestaande verjaardag. Ik hoop dat jullie genoten hebben en heel leuk hebben gekeken. Ik zeg gewoon thank you for watching. En in het Duits auf Wiedersehen en das schiet. Bij deze video is wat ik juist net zei, Tim Strenegek voor live op donderdag, wordt niet uitgezonden op donderdag, maar eigenlijk op vrijdag. Dat was een verkeerfoto. En nog een foutje gezien. Kijk eerst even die intro over Verum en Rema Station Enschede. Deze zit in allebei de afleveringen in. Dankjewel en tot ziens.